Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Wat is toch die Monza-vloek die heerst op het Italiaanse circuit? Welke mijlpalen kunnen Red Bull Racing en Max Verstappen halen? En ja, wat moet er nou gebeuren met Ferrari nu je team zo dramatisch presteert? Goed dat je kijkt naar een nieuwe video van Racing News 365. Mijn naam is Joris en in de komende minuten ga ik je optimaal voorbereiden voor een ideaal raceweekend in Italië. Ik ga je onder andere vertellen wat het weer gaat doen, hoe Max Verstappen vooruitblikt, een speciale livery van Alfa Romeo en wat quotejes van Fred Vasseur. Maar we gaan eerst naar waar het eigenlijk gaat beginnen, het circuit. Autodromo Nazionale Monza, ook wel Temple of Speed genoemd. Het circuit heeft slechts 11 bochten, het is 5,7 kilometer lang en er zijn 2 DRS-zones en als het goed is worden er zondag 53 rondes verreden. De snelste race uit de geschiedenis van de Formule 1 is ook afkomstig van dit circuit. Michael Schumacher zette in 2003 dit record neer door gemiddeld 247,585 km per uur te rijden en finishte de Grand Prix binnen 1 uur en 15 minuten. Monza is ook lekker populair in de Formule 1. Want geen enkel circuit stond zo vaak op de kalender als deze baan. Het is namelijk de 73ste keer dat we hier gaan racen op Monza. Pole position is natuurlijk erg belangrijk, want het geeft je de ideale uitgangspositie voor de hoofdrace op zondag. Maar voor het ene circuit is pole position net wat belangrijker voor de ander. En als we kijken naar Monza, dan is statistisch gezien pole hier op Monza belangrijker dan pole op bijvoorbeeld Monaco. Want als we gaan kijken van de periode 2000 tot 2022, kwam maar liefst 65% van de winnaars af die starten op pole position. En in Monaco is dat slechts 56%. Ook wordt dus verwacht dat we tijdens de kwalificatie flink wat files gaan zien, omdat er meerdere teams elkaar natuurlijk toes willen geven om een zo goed mogelijke uitgangspositie te hebben voor de race op zondag. En gisteren vertelde ik je al in een nieuwe F1-update dat Ferrari er iets anders uit gaat zien dit weekend. De pakken en de livery van de auto wordt onder handen genomen. Het is iets meer zwart, iets meer geel en iets minder rood, maar daar blijft het niet bij. Want ook Alfa Romeo komt met een kleine verbouwing aan hun auto voor deze Italiaanse Grand Prix. Alfa Romeo houdt er wel van om het publiek af en toe te verrassen. Ze hebben wel vaker speciale liveries, net zoals bijvoorbeeld de meest opvallende groene tinten tijdens de Grand Prix van België of het graffiti-concept tijdens de Grand Prix van Nederland. Voor de Grand Prix van Italië verrast Alfa Romeo met een prachtige livery als eerbetoon aan de 33 Stradale, te bewonderen in het hele weekend op Monza. De Italiaanse kleuren spatten er in ieder geval goed vanaf en laat even weten in de comments wat jij vindt van de tijdelijke livery van Alfa Romeo. En je kan eigenlijk iedere week uittekenen wat Max Verstappen gaat zeggen als hij vooruitblikt op de Grand Prix wat gaat komen. Nou, hij vindt de mensen heel erg leuk, de fans zijn top, het land is lekker, er is goed eten, de sfeer is fantastisch en hij heeft zin om er te gaan racen, want het circuit is leuk. Nou, dat is eigenlijk iedere week, maar gelukkig heeft hij voor de Grand Prix van Italië ook nog wat andere quotejes in petto. Het wordt dit weekend belangrijk om zoveel mogelijk topsnelheid te vinden, terwijl we ook nog goed voor de banden zorgen. De weersverwachtingen lijken op een droog weekend te wijzen. En het zou eens goed zijn om een keer een weekend lang geen regen te hebben. En die weersvoorspellingen, daar ga ik zo met je verder op in. Dan krijg je ook van mij een tijdschema. Maar de FIA zou de FIA niet zijn als ze ook dit weekend weer even iets anders gaan aankleden dan anders. Dit keer geen sprintweekend, maar krijgen wel een beetje een flashback naar de Grand Prix van Hongarije. Er komt namelijk een aangepast kwalificatieformat als het aangaat op de banden. De coureurs worden namelijk verplicht welke compound banden ze moeten gebruiken in de verschillende sessies. Q1 is dat de harde band, Q2 is dat de medium band en voor Q3 geldt de softs. En dat is nou niet het enige verschil, want ook het aantal banden wat de coureurs tot hun beschikking hebben tijdens het hele weekend gaat terug van 13 naar 11. En eigenlijk heeft dat 2 redenen waarom die banden zo worden verplicht en dat het wordt verminderd. In eerste instantie gaat het om duurzaamheid, want ja, er worden natuurlijk gewoon veel minder banden gebruikt, moeten ook minder geproduceerd worden en dat zou duurzamer zijn. En dat past weer bij de nieuwe missie van de Formule 1. En aan de andere kant is het ook een test om te kijken of het misschien niet leuker is op zondag, meer spektakel, als we natuurlijk nu verschillende strategieën gaan zien met bandencompounds. En als je denkt, nou goed, wat schelen nou die banden? Nou, het kan best wel flink wat rubber schelen. Want als je al die gespaarde banden bij elkaar optelt en je zou dat keer 23 Grand Prix doen, dan komt het uit op 3680 banden per jaar die minder geproduceerd hoeven te worden door Pirelli. En de Monza-vloek. Die term zou je waarschijnlijk de afgelopen dagen veelvuldig voorbij hebben zien of horen komen. Het is eigenlijk iets wat de laatste jaren is ingezet, dat de winnaar van de Grand Prix van Italië het jaar daarna niet lukt om te finishen. En die trend is eigenlijk ingezet in 2019. Toen was Leclerc nipt te snel in zijn Ferrari van Valtteri Bottas. Het jaar daarna een crash. Hij finishte niet. Nou, in dat jaar, 2020 moet ik zeggen, won Pierre Gasly een klotsgekke race. Het jaar daarna
wist hij niet te finishen. En in 2021, dat hele gekke jaar, je kan het waarschijnlijk hier zien met ja, Lewis Hamilton en Max Verstappen die met elkaar aan het kussen waren op het uitkomen van de chicane bij bochten 2-3. Ja, toen wist dus Daniel Ricciardo de race te winnen. Maar vorig jaar was het dan weer zo dat Daniel Ricciardo uitviel 1 ronde voor het einde van de race. En hoef ik je niet te vertellen wie vorig jaar de Grand Prix van Italië won. Juist, dat was Max Verstappen. En Max Verstappen die jaagt op een recordzegen. Want als het hem lukt om de Grand Prix van Italië te winnen, dan heeft hij 10 zegens op rij. Heeft hij in dit geval Sebastian Vettel officieel verslagen. Die is op 9 blijven hangen. En is hij eindelijk alleen bovenaan de apenrots van dit record. En wanneer vindt dan precies alle actie op de baan plaats? Nou, dat ga ik je vertellen aan de hand van het 4-play tijdschema. De eerste vrije training vrijdag tussen 2:30 en 2:30, gevolgd door vrije training 2 tussen 5 en 6. De derde vrije training is zaterdag aan het begin van de middag tussen 1:30 en 2:30, gevolgd door de kwalificatie om 4:00 middags. En zondag om 3:00 gaan we racen de grote prijs van Italië. Ja, en wat gaat het weer doen komend weekend? Nou, ik kan je 1 ding vertellen. Het wordt in ieder geval niet zo'n waterballet als de Grand Prix van Nederland. En helemaal niet die stortbuien tijdens de race op zondag in die ronde 65. Het kan wel zijn dat het een klein beetje gaat regenen. En dat benadruk ik klein beetje. Voornamelijk als we gaan kijken naar de vrijdag en zaterdagochtend ligt de temperatuur net boven de 20 graden. En gaat het waarschijnlijk 1 tot max 2 mm regenen. Dus 1 ding weten we zeker. De full wets zijn er in ieder geval niet nodig. Kijken we naar de middagsessies, dus de kwalificatie en de race, dan ziet het er naar uit dat we gewoon warme temperaturen gaan krijgen in Monza. Het wordt waarschijnlijk een graad of 28, waarbij dan juist bandenmanagement met heet asfalt kan gaan zorgen voor hele leuke capriolen. En 3 podiumplekken in 12 races is de keiharde werkelijkheid voor Ferrari. Het gaat niet lekker. Je kan al lang niet meer spreken van een coureurstitel. En ook de constructeurstitel die is ver buiten bereik met een 4e plek. Nou goed, wat is er nou eigenlijk mis met Ferrari? En hoe kun je nou uiteindelijk, ja, om het zomaar te zeggen, een beetje de positiviteit erin houden en vooruitkijken? Nou, wij hebben het Fred Vasseur gevraagd. En hij ziet nog dat er dit jaar en ook volgend jaar een ommekeer aan zal en gaat komen bij de Scuderia. In een voetbalwedstrijd kun je de ene zondag winnen en met hetzelfde team de zondag erna verliezen. We proberen te begrijpen waar we het niet perfect hebben gedaan en waar we moeten verbeteren. De reactie van het team is vanaf het begin van het seizoen de goede geweest. Het is niet zo makkelijk om tijdens een seizoen het spel volledig te veranderen, kijkend naar de regels en de budgetcap. Als je kijkt naar onze prestaties in vergelijking met Aston Martin, zij waren in Jeddah veel sneller en nu zijn we over het algemeen meestal sneller dan hen. Ik denk dat we als team de afgelopen maanden een goede reactie hebben gegeven. Maar het belangrijkste is dat de spirit in het team goed is. De motivatie, de houding van de teamleden, dat was goed. Dat is waar het om gaat. Pushen en doorgaan met het ontwikkelen van de wagen. Het vermijden van een interne strijd. Ik denk dat ik heel tevreden ben met de mentaliteit van het team. De regels richting volgend jaar blijven hetzelfde, maar toch praat Vasseur over 2 verschillende projecten voor Ferrari dit jaar en Ferrari in 2024. Maar wat is dan hetgene wat gaat veranderen? Sommige teams zijn van plan om de versnellingsbak en de monocoque aan te passen. Dat gaan wij niet doen. We houden alle opties open om te verbeteren, maar ik denk niet dat wij daarin iets moeten aanpassen om een stap te zetten. Ik ben er meer van overtuigd dat we overal moeten verbeteren dan alleen maar op 1 onderwerp waar we het over hebben. Het gaat om 1/10 van een seconde. We hebben het niet over seconden. En we laten bij sommige races zien dat we kunnen strijden met Red Bull in de kwalificatie. Dat betekent dat het potentieel van de auto er is. En we moeten begrijpen waarom we minder presteren in een race en dat proberen te verbeteren. Zo, nu ben je weer volledig op de hoogte van alle dingen die je moet weten van de Grand Prix van Italië. Ook aan jou de vraag, wat denk jij wat de top 3 gaat worden? Nou goed, en als je sowieso denkt dat Max Verstappen wint, welke coureurs eindigen onder hem? Laat het heel even weten in de comments. En 24/7 blijf je op de hoogte van het laatste nieuws via racingnews365.nl. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.